naar gebruiksgericht elektronisch betalen in het openbaar vervoer. Analyse van gebruiksproblemen. Nederland is het enige land ter wereld met een landelijk systeem voor elektronisch betalen in het openbaar vervoer, de OV-chipkaart. E-ticketing systemen kunnen reizen in het openbaar vervoer makkelijker en efficiënter maken. Echter, na invoering bleek het gebruiksgemak van de OV-chipkaart op een aantal gebieden voor verbetering vatbaar. Het OV-chipkaart afstudeerlab van de TU Delft heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de OV-chipkaart en van twee vergelijkbare systemen in Hongkong en Londen. Dit is gedaan door middel van uitgebreide reizigersobservaties, interviews, enquêtes, literatuuronderzoek en interviews met experts. Het doel was het identificeren van kansen om de OV-chipkaart te verbeteren. Hiervoor was inzicht nodig in de huidige gebruiksproblemen en de oorzaken daarvan. Het concept achter de OV-chipkaart dat reizigers moeten leren, het mentale model, is complexer dan vroeger. In- en uitchecken, saldo, reisproducten, het zijn allemaal nieuwe concepten en niet iedereen snapt dit. Het is niet duidelijk genoeg waar en hoe reizigers een OV-chipkaart kunnen aanschaffen. Dit kan op meerdere plekken en manieren. Na aanvraag moeten reizigers te lang wachten op hun persoonlijke kaart en in sommige gevallen moeten ze ook nog de kaart of gewenste reisproducten activeren. Er wordt door de verschillende vervoerders een groot aantal reisproducten aangeboden. Reizigers hebben moeite om hier de juiste keuze uit te maken. In ogen van een gedeelte van de reizigers staan er te weinig voordelen tegenover de moeite die het kost om het systeem te leren en een kaart aan te schaffen. Reizigers vergeten om in of uit te checken daar waar er geen persoon is die hen hieraan herinnert en het reisdomein niet is afgesloten door poortjes. Veel apparaten, websites en personen waarmee de OV-chipkaartgebruiker te maken heeft, de interactiepunten, gedragen zich verschillend, ook al hebben ze dezelfde functie. De gebruikte terminologie is naast inconsistent vaak onduidelijk. Reizigers beschouwen de OV-chipkaart als een landelijk systeem en verwachten overal dezelfde regels en hetzelfde gedrag. Op het vroegere papieren kaartje stond veel informatie. Bijvoorbeeld of je een geldig vervoersbewijs had of niet, in welke klasse je mocht reizen en of je korting had. Dit soort statusinformatie is bij de OV-chipkaart onzichtbaar voor de gebruiker en dit maakt reizigers onzeker. Als reizigers een probleem hebben, geeft het systeem niet voldoende aanwijzingen wat er aan de hand is en hoe het probleem opgelost kan worden. Reizigers weten vaak niet tot welke organisatie ze zich hiervoor moeten wenden. Uit literatuur weten we dat technologische innovaties, zoals de OV-chipkaart, eerder door gebruikers worden geaccepteerd als ze duidelijke gebruiksvoordelen bieden en eenvoudig te begrijpen, aan te schaffen en te gebruiken zijn. Is dit niet het geval en worden gebruikers niet verleid om een nieuw systeem te gebruiken, maar erin geduwd, dan zal er mogelijk sterke weerstand ontstaan. Een deel van de gebruiksproblemen is te verklaren uit het feit dat de OV-chipkaart complexer is dan vergelijkbare systemen in bijvoorbeeld Hongkong en Londen. Het Nederlandse systeem heeft een groter geografisch oppervlak, meer vervoerders en betrokken instanties, meer abonnementsvormen en het is een grotendeels niet gesloten systeem. Daarnaast zijn er ook ontwerpkeuzes gemaakt waarbij meer aandacht uit is gegaan naar technologie en zakelijke overwegingen dan naar gebruik. Gebruiksgericht ontwerpen is een innovatieaanpak waarbij de gebruiker voorop staat. Eerst kijken wat de gebruiker wil en kan en dan op basis daarvan passende verdienmodellen en technologieën kiezen. Dat is wat het OV-chipkaart afstudeerlab heeft gedaan. De uitkomst is een ontwerpvisie voor hoe de OV-chipkaart in 2019 zou moeten werken om Nederlanders er zo enthousiast over te maken dat ze in het buitenland opscheppen over hun OV-chipkaart.